Coach, dit moet ongelooflijk deugd doen. Dit doet inderdaad enorm veel deugd. Deze groep heeft de laatste weken toch wel wat meegemaakt. Als je dan zo'n wedstrijd waar toch heel wat druk op stond, als je die winnend kunt afsluiten, dan doet dat heel veel deugd. En ik heb toch heel veel zaken gezien die dat goed zaten. Natuurlijk zijn er nog werkpunten, dat is duidelijk, ook niet meer dan logisch. Maar globaal gezien sta ik hier als een zeer tevreden coach. Welke waren de zaken waar je het meest tevreden over was? Het vanuit de positie voetballen. Ik zag sommige jongens echt wel de gevraagde zaken echt wel uitvoeren. Dus je ziet dat jongens terug aan het groeien zijn, denk ik. Ik was ook heel blij dat we terug een agent hebben gezien die dat vanuit de sterkte begon te voetballen. Het eerste kwartier was vrij nerveus begonnen. Daarna ging het iets beter. De laatste 5 minuten was dan inderdaad ook terug iets minder. Maar ik moet zeggen, vanaf minuut 20 tot minuut 85 in het globaal gezien ben ik daar toch wel heel tevreden over. Het was eigenlijk een match die alle kanten had opgekunnen. Had Rapid eerst gescoord. Ze hebben al enorm veel kansen gehad, vond ik. Ze waren niet echt scherp voor doel. Ja, klopt. Maar niet vergeten, dit Rapid is een vrij sterke ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat als die in België spelen, dat je daar toch ook nog wat gaat horen. Je moet deze tegenstander ook zeker niet onderschatten. Dynamo Kiev in de volgende ronde, wat denk je? Dat gaan we nu moeten zien natuurlijk. Hè. Het analyseren kan beginnen, maar laat ons eerst toch maar de focus houden op de wedstrijd tegen Mouscron en daarna zien we het wel.